zich opstellen op het middenterrein. Rotterdam in het groene shirt en de Limburgers in het gele shirt. De arbitrage van vanavond is in handen van Theo Boosten en Kees de Bruin. En we gaan wachten tot de beide teams zich gaan opstellen. Nu nog luistert naar de fanfare, het Joker Sempre Crescendo uit Hellevoetsluis. We zijn in afwachting van het elftalplaatje, de elftalfoto. Ik zie dat de Rotterdammers zich gaan opstellen aan de linkerkant, aan de linkerkant van het veld gaan verdedigen. Ze staan zo ongeveer. Dit is Jan Bruijs voor Rotterdam. We gaan al langs. Dit is de nieuwe keeper, Hans Sint-Nicolaas. Hij vervangt Aad van der Laan die deze week zijn arm heeft gebroken. Arie Riedijk daarnaast. Dan Hans de Koning, de verzorger. Vervolgens Frans Bouwman, een routinier in het minivoetbal. We gaan omlaag, komen terecht bij Bob Jansen, de coach van de Rotterdammers. Arie van der Sluis daarnaast. Vervolgens Renier Krijermaat, veteraan. Pieter Vries. En dan tenslotte Hans Venneker, bekend van Sparta onder andere. Bekend ook uiteraard van Feyenoord. Dit is het plaatje van Rotterdam Ahoy. Links Theo Boosten, dan Luc van Nuffel in het centrum. Hij bedient de apparatuur, de tijdwaarneming enzovoort. Daarnaast Kees de Bruin. Dan kijkt u naar Pummy Pergholz. We zijn dan terechtgekomen bij de Limburgers. Daarnaast, dat is Fik Hermans. We kunnen wat mij betreft verderop gaan kijken. We komen dan terecht bij de verzorger, Rob Perrot. Stootsgewijs komen we terecht bij Frans Curver, die genezen is van zijn gebroken pols. Dit is Frans Curver en dan Jan Notenbans, de coach van de Limburgers. Dan Gerard Hoene, de kleinste man van het Limburgse team. Willy Brokamp met een beginnend baardje. Lambert Verdonk. En dit is Hans Luipen. Ik meen dat we ze allemaal gehad hebben. Nee, toch nog één. Harry Heijnen, hoe kan ik hem vergeten? Harry, bekend uit het Zuiderpark. Hij speelde voor FC Den Haag toen dat nog ADO heette. Wel nu, wat mij betreft kan het spel beginnen. De beide doelverdedigers worden ingespeeld. U ziet Hans Sint-Nicolaas in de rode trui die voorzichtig onder vuur genomen wordt. Hij heeft nog niet al te veel in de zaal gespeeld. Debuteert hier in ieder geval omdat Aad van der Laan, de vaste keeper, ik zei dat al, geblesseerd is, zwaar geblesseerd is. Het is zelfs de vraag of hij zal terugkomen. Hij heeft al het nodige gebroken in zijn carrière. En zou het nu wel eens een keer welletjes kunnen vinden. Dat is de warming-up van de Limburgers. De Limburgers die tussen haakjes een aanzienlijke overwinning moeten behalen. Willen zij zich eventueel nog plaatsen voor de finale pool. Rotterdam leidt in deze pool A. Ze hebben 6 punten uit 2 wedstrijden. Wonnen van Noord met 9-6. Wonnen van Amsterdam met 8-6. Limburgers hebben het wat minder goed gedaan. Wonnen met 3-0 van Amsterdam, maar verloren met 14-4, u hoort het goed, van Noord-Nederland. Wel, de toeter is gegaan. De beide teams worden gecommandeerd naar de overzijde. En als de bal dan ook nog omlaag wil, dan zijn we begonnen met deze mini-voetbalwedstrijd. U ziet in het midden van uw beeld, zo ongeveer, nou iets meer naar rechts, ziet u de cilinder hangen, gevuld met ballen. Daar moet de onderste uitkomen. Goede ambiance in het Sportpaleis Ahoy. 8000 mensen. De zaak was weer een maand van tevoren uitverkocht. Maar dat hoef ik eigenlijk nauwelijks meer te vertellen. Dat is iedere keer prijs. Dat was de cilinder en dit is de bal. We zijn bezig. Hans Sint-Nicolaas, zijn eerste bal. Hans Venneker. Rustig opbouw bij Rotterdam Ahoy, dat in feite op rozen zit. Arie van der Sluis aangespeeld. Pieter Vries, lichamelijk contact. Van der Sluis en de mogelijkheid om te scoren. Hij doet dat niet. Hij doet dat eigenlijk niet omdat Frans Curver zo voortreffelijk zijn doel afschermde. Van der Sluis die zijn schoen kwijt is inmiddels. Luipen. Schreeuwende Frans Curver in zijn eigen doel. Hij geeft aanwijzingen. Hermans. Hoene. Luipen staat vrij. Het is alweer voorbij. En dan Hermans. En nu kan er gescoord worden. Nee, het gaat niet door. Hans en Nicolaas zit daar goed tussen. Hoene. Hard en over. Dit was Frans Curver die het allemaal aanzag en het eigenlijk niet aan kon zien.
Arie Riedijk. Jan Bruijs aangespeeld. Hans Venneker. Tikje zwaarder. Frans Bouwman. Venneker. Goeie redding van Frans Curver, die nu al op die weer herstelde pols kreeg. Hij heeft nog een beetje last van die pols. Dat mag uiteraard niet. Maar die corner moet overgenomen worden, omdat het cornergebied niet ontruimd was. Hij geeft de corner weg, de tweede alweer. Dat had Frans Curver totaal niet hoeven te doen. Hij kopte eigenlijk door de goal heen. Hè? Hermans, nu is er een mogelijkheid om Brokamp te spelen. Dat gebeurt. Brokamp. Hij kreeg het toch echt goed op die slof. Maar de richting ontbreekt dan weer. Volkomen open wedstrijd. 6 minuten en 36 seconden gespeeld. 0-0. Venneker. Frans Bouwman. Die een moeilijke situatie soms toch kan passeren. Arie Riedijk. Slecht afgegeven was dat. Hoene. Hermans. Hoene. Verdonk. Snel geschoten. Ook alweer onzuiver. Dit spreekt voor zichzelf. 7 minuten en nog wat. En nog steeds geen doelpunt. Frans Bouwman aangespeeld. Arie Riedijk. Ah, goed geschoten, goed gered ook wel door Frans Bouwman. Door Frans Curver. Frans Bouwman nu aangespeeld. Dat is geen steun. Nu had er gepaasd kunnen worden. Hij doet het nog steeds niet. Hans Venneker. Opnieuw erg hard. Maar het snijdt geen hout. Hoenen. Brokamp weer. In de spits. Frans Bouwman. Ook hij schiet hard en ook hij schiet onzuiver. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar er is eigenlijk geen bal op doel. Verdonk. Hoenen. Ja, uitstekend gedaan van Arie Riedijk. Hij deed hem weer aan. Hij is zeer vaardig met die bal, maar is er ook nog niet doorheen gekomen. Reinier Krijemaat. Frans Bouwman. Te weinig beweging, iedereen staat te wachten. Hans Venneker. Nu zou hij kunnen schieten. En het is Frans Curver die er weer tegenaan zit. Limburg heeft een... vorige zeer ongunstige wedstrijd gespeeld. Dat kwam vooral door het falen van de tijdelijke keeper Leo Krutsen. Die er veel had kunnen hebben. Het is niet aardig gezegd, maar het is ook niet anders. Lambert Verdank. Willy Brokamp. Krijermaat gaat inrollen. En krijgt hem ook weer terug. Mensen willen goals zien, dat is duidelijk. Krijermaat. Oh, wat doe je nou? Frans Curver. Hij zit erbij. Heine. Verdonk. Draait de bal voor zijn moeilijke rechterbeen. Dag heeft daar de corner weg, de eerste voor de Limburgers. Het is een goal. Harry Heijn die scoort door het gat achterin. Limburg scoort 1-0 via Harry Heijnen. Simpele goal. Moeilijk te verdedigen, omdat zo'n keeper toch moet kiezen voor minstens één gat. En als die bal dan door de andere gaat, ja, dan ben je weg. Limburg leidt.
en Rotterdam leidt. Het is hoe je het schrijft. Krijermaat. Rotterdam valt me niet mee. Pieter Vries. Frans Bouwman. In een bijna favoriete positie. Bergholtz. Dat is slecht. Nu moet de paas komen. Arie Riedijk. Door met dreiging gaat er van zo'n dribbel van hem uit. Inrol voor Rotterdam. Pieter Vries. Aangeraakt door Frans Keurven, die daar ontzettend snel in was. 100 kilo weegt hij intussen, maar je ziet het niet. Hoene, breakout voor Limburg. Mogelijkheid om te scoren. Nu moet er aangevallen worden, Riedijk. Hij doet het niet. Nu moet er afgegeven worden voor een open doel. Faalt Gerrit Bergholtz. Had kunnen pasen en deed geen van beiden. Scoren, nog pasen. Riedijk. Dit is niet zijn best. Geen rugdekking, Gerrit Bergholtz. En dan goed verdedigd door Pieter Vries. Bergholtz weer. Ja, ze hebben het moeilijk, die Rotterdammers. Dat was erg dichtbij een goal, Bergholtz. Dat was uit geweest. We hebben gespeeld 11 minuten en 27 seconden. De stand is slechts 1-0 in het voordeel van de Limburgers. Pieter Vries. Hier was wel degelijk sprake van lichamelijk contact. Het werd toegestaan. Bergholtz aan de bal. Hoenen. Erg veel in het veld is geweest. Ik vraag me eigenlijk af of hij er al uit is geweest. Er is altijd wel een brede rug te vinden. Waar tegenaan geschoten kan worden. Hermans. Bergholtz. Krijermaat. En even de tijd. Riedijk aangespeeld, Pieter Vries, van der Sluis nu, hij houdt hem wel binnen denk ik. Ali Heijnen. In rol voor Limburg, dat voorlopig op winst staat. Uitgestekend gedaan door Hermans, Heijnen nu. Goed gestopt door Hansen Nicolaas, die het prima doet. Het is de tweede corner voor de Limburgers, de vierde wordt omgezet in de penalty, u weet dat. Uitstekend werk van Pieter Vries. Goed vrijgespeeld. Arie Riedijk. Ja, goed. Op Krijermaat. Pieter Vries. Redelijke combinatie. Ingeluid door deze man. Jan Bruijs. De Vries. Jan Bruijs weer. Riedijk. Hij kan het ook links. Goed gestopt ook. Bergholtz in een unieke positie. Goed werk van Jan Bruijs. Het is ondermaal een corner. De derde voor de Limburgers. Maar dit is Harry Heijnen. Met een druppel transpiratie aan zijn neus. Dit is erg slecht. Verdeker. Aanspeelbaar is Arie van der Sluis. Hij krijgt hem niet. Hij krijgt hem nog steeds niet. En nu dan misschien weer Gerrit Bergholtz. Hij heeft geen steun. Komt er redelijk uit. Prima. Hard gewerkt ook. En dan zit de zeer hardwerkende Pieter Vries daartussen. Verdedigt prima mee. Bergholtz. De bal bleef hangen eigenlijk. Vandaar dus dat Hans Nicolaas eigenlijk iets te vroeg aan de grond was. Jan Bruijs. Een verdediger te veel. Nou, hij laat het maar zo. Eigenlijk moet die vrije trap ergens anders genomen worden. Arie van der Sluis. Pieter Vries. Hans Venneker. Van der Sluis weer. Ja, doet hij erg mooi. En nu dan. Nu moet het schot komen. Goed geblokkeerd door Hermans. Vic Hermans. En dit was de schutter Pieter Vries.
Bruis, Sluis, Hens. Ik dacht niet dat het opzettelijk was, maar het telt wel. Deze Harry van der Sluis krijgt die bal tegen zijn onderarm. Hans Luipen. Fenneker, die uitstekend verdedigt, goed ertussen zit. Gerard Hoenen. Luipen weer. Nu moet de paas komen. En dit had natuurlijk een goal moeten zijn. Via Willy Brokamp. Hij faalt. Hans Fenneker aangespeeld. Ja, goed gedaan van Arie van der Sluis. Hij is er niet echt langs nog. Pieter Vries. Jan Bruis komt op. En weer Frans Keurven die er goed bij zit. Het is duidelijk dat het enig verschil maakt wie er in het doel staat bij die Limburgers. Goede aanval op de bal van Bruis. En bovendien de bal mee. Jan Bruis weer. Pieter Vries komt er niet langs. Wordt zeer hard gewerkt door de Limburgers. Ja, een goede ingooi is dat. Moet aangetikt worden door Hermans. Daar komt die bal weer. En dan een goede redding van Hans Nicolaas. En nog maar een keer. Voortreffelijk gedaan. Werpt zich in de baan van het schot. Voortreffelijk. Pieter Vries die er weer bij zit. Nou, nu gelukkig paast. Jan Bruis. Ja, nu. En goed gedaan weer door Frans Keurver. Harry Heijnen, die ruimte heeft ineens en zou kunnen pasen op in die Brokamp. Doet hij dan nu? En weer zit Hans Sint-Nicolaas daartussen. Het set is ineens erg levendig. 16 minuten en 54 seconden gespeeld. Stand 1-0. Het is geen record. We hebben ook wel eens een keer gerust zonder goals. Maar het is wel erg weinig. Jan Bruis voor Rotterdam. Fenneker. Pieter Vries, een van de beste spelers van dit Rotterdamse team deze keer. Hans Luipen, hij kan goed voetballen. Maar tempo. Hij zou kunnen pasen op Hermans. En nu moet die paas komen en hij komt dan niet. De eindpaas, dat is het punt. Harry Heijnen, agressief als altijd. Frans Bouwman aangespeeld. Nog weinig van gezien. Nu is hij er langs. Ja, dat was erg goed gevoetbald. Goed vrijgespeeld en dan een zeer harde dreun met het linkerbeen. Erg goed. Frans Keurver, hij werd weer niet gepasseerd. Ja, goed. Tussen de benen door. Brokamp. Verdonk. Luipen. Brokamp. Dat was een uitstekende combinatie van die Limburgers. Werd niet meeverdedigd door Arie Riedijk. En dat moet hij natuurlijk wel doen. Aanvallen is leuk, maar verdedigen hoort er ook bij. En dit begreep alleen Frans Bouwman en ook dat te laat. Limburg nog altijd in een gewonnen positie, maar of het zoveel zal helpen is de vraag. Bouwman. Dijermaat. Bouwman. Publiek gaat aftellen. Bouwman. Publiek telt af en er zijn geen mogelijkheden meer om te scoren. Tenzij dat nu gebeurt. Het is voorbij de toe te gaan. Er is geen goal. En Hans Sint-Nicolaas is slechts één keer gepasseerd. En dat betekent dat Limburg in deze mini-voetbalwedstrijd, die in evenwicht is, maar die toch weinig spectaculair is tot op dit moment. Dat betekent dat we een ruststand hebben van 1-0 door die goal van Harry Heijnen. U ziet en u luistert trouwens ook al naar Fanfare en Showcorps Sempre Crescendo uit Hellevoetsluis. We gaan eens kijken wat zij ons te vertellen hebben.